Omdat de bijen zo lekker voor de kast hangen, hoef ik het volk vandaag ook niet te controleren. Ik ga ze alleen even bijvoeren. Dit is de inmiddels lege voerbak. Ik heb het deksel eraf gehaald. Hier zie je leuk hoe het mechanisme werkt. In de hele bak zit een oplossing met vooral heel veel goede suikers voor de bijen, waarmee ze de wintervoorraden aanvullen. En door dit soort sifonnetje eigenlijk kunnen ze drinken, opnemen om zelf op te slaan in de kast, zonder dat ze zelf verdrinken in het zwembad met suikeroplossing. Toch een eigenwijze bij, hè? Die komt dan vanaf het dak aanvliegen en die denkt, hey, maar dat ziet er lekker uit. En die gaat aan de rand van de bak staan. Grote kans dat hij zo gaat verdrinken, dus ik ga hem toch even helpen hieruit te komen. Dat zal hij niet willen, want hij proeft natuurlijk heerlijk suikerwater. Dan moet ik zorgen dat hij niet weer naartoe vliegt. Dan gaan we het deksel erop doen.